als het aan het kabinet ligt kun je over 11 jaar alleen nog maar elektrische auto's kopen. Dat staat in ieder geval in het concept klimaatakkoord. Maar die auto's die rijden natuurlijk alleen maar als je ze ook goed kunt opladen. En dat kan wel eens een probleem gaan worden. Wie nu wil tanken met zijn elektrische auto kan kiezen uit een snellaadstation bij de snelweg of een laadpaal op privéterrein bij zijn huis of werk of een laadpaal op straat, dat wil zeggen in de openbare ruimte. En in totaal zijn er in 2030 1,8 miljoen laadpalen nodig. En dat is een mega operatie om dat doel te bereiken. In het klimaatakkoord staat dat je er de laatste jaren zo'n 700 laadpalen per werkdag geplaatst moet worden. 700 per werkdag. Ondanks de torenhoge ambities op het gebied van elektrisch rijden loopt de groei van het aantal laadpunten op dit moment flink terug. Afgelopen jaar steeg het aantal laadpalen met 9%, maar het jaar daarvoor kwam die groei nog uit op 26%. In totaal zijn er nu zo'n 36.000 publieke en semi-publieke oplaadpunten. Ondanks dat de groei van het aantal laadpalen terugloopt, leidt dat overigens nu nog niet tot problemen. Op dit moment rijden er zo'n 45.000 volledig elektrische auto's rond. Vooral de Jaguar I-Pace en Tesla's zijn erg populair. En daarbovenop komen dan een kleine 100.000 hybride auto's. Volgens adviesorganisatie ELAAT is het aantal publieke laadpalen op dit moment ruimschoots toereikend voor het aantal elektrische auto's. Maar als de groei van elektrische auto's verloopt zoals het kabinet dat graag wil, dan moet dat aantal laadpalen de komende tijd enorm snel worden opgevoerd. En vooral gemeenten en provincies moeten aan de slag. En daarvoor is de nationale agenda laadinfrastructuur opgesteld. Ja, dat heet echt zo. Een overleg wil gaan dat ervoor moet zorgen dat iedere gemeente, elke regio, alle provincies tijdig hun zaken op orde hebben op het gebied van bestemmingsplannen, infrastructuur, personeel, logistiek, planning, uitwerking, innovatie, dat soort zaken. Dat is nogal ambitieus. Het plaatsen van 700 laadpalen per werkdag overigens hoeft niet een heel groot probleem te zijn, zegt de sector. Daar komen we wel uit. Het grootste knelpunt is het voortraject. Hebben al die gemeentes hun procedures wel op orde, voor vergunningen bijvoorbeeld? En kloppen hun inschattingen wat de behoefte betreft wel, dat soort zaken. Maar bovenal is de vraag: is ons elektriciteitsnetwerk er klaar voor? Er zal een hoop versleuteld moeten worden. En dat kost jaren. En als we daar nu niet mee beginnen, dan staat jouw auto straks stil.